bij Den Haag 3 en hij is zelf tweede van Nederland. Vandaar ook het mooie kampioenslint wat hij nu mooi om heeft gehangen. Dit paard komt uit Zeeland, hij woont in Zeeland, hij komt uit Schravenpolder en hij laat zich nu mooi zien in draf. Klein stukje galop. En dan kan je zien waarom het paard tweede van Nederland is geworden, want hij heeft echt een goede beweging. Maar je hebt ook vorig jaar was er een keer in België, daar is deze Beveningse ook geweest, het Vlaams kampioenschap. En daar is hij zelfs kampioen geworden. Dus je praat hier over wel een van de toppers van Nederland, wat we hier zien. Kijk, een heel soepel bewegen door de baan. Het gaat eigenlijk vanzelf. Dus het is gewoon een hele goede draad met dit paard. Die wat van voor tot achter enorm sterk in elkaar zit. Omdat het een groot paarden was, dan kon hij worden met gemak 30 jaar en dat is bij een trekpaard niet het geval. Net zoals bij grote honden, die worden ook minder oud dan bijvoorbeeld kleinhondjes. En dat speelt bij grote paarden dus ook. Dus ze worden gemiddeld dus maximaal 20. Ja, dit paard is 7, dus als hij gezond blijft, kan hij nog heel wat jaren mee. Bij deze paarden ook dat ze hele mooie haren aan de benen hebben. Dat krijgt natuurlijk heel wat onderhoud ook om dat mooi iets te houden. Dus dat is regelmatig wassen met tanden en dan houden we dit in mooie staat. Nee, niet hoger gedragen eieren, heeft niets meer acht in de beugelbaan. Kunnen we nog een kleine straf vullen? De vierde klas kan heel sterk in de veel melk met het jaar, veel openheid in de veelheid en wat de heugd is, super leuk. Ah, oké, maar dat is een beetje mooi. Dat is een beetje vlot. Ik vond dat leuk. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk. We zijn heel de dag hier nog aanwezig. Wij staan achter in de hoek bij de waar de paardenclubs staan. Dus kom gerust nog even langs als jullie vragen hebben. Wij zijn zeker bereid om jullie vragen allemaal te beantwoorden. Is dat? Ja, we zijn er. Vroeger mocht ik nog even langs. Ik sta hier. Dat was van dichtbij. Dat was schrikken. We beginnen even over. De light down, dat is een stopcommando. Walk up, wat hij heel nu doet. En dan hebben we nog een laatste commando. En dat is als de hond klaar is. That will do. En dan mag hij weer terugkomen bij de baas. Dan is hij klaar met werken. Nee, in zijn ogen. Ik heb ook een heel goed vormetje. Ik kan letten dat er wedstrijden met de honden. En er, in de wedstrijden zitten elementen verwerkt wat allemaal bij de praktijk behoort. Wat ze net deed, is vanuit haar startpositie wegsturen en de schapen ophalen. Het zijn allemaal elementen van de wedstrijd. Zullen we eens kijken of Louis een heel rondje links om de schapen heen kan draaien? Helemaal links, een rondje om de schapen. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En dit is natuurlijk tegen de natuur van de hond in, hè, want die wil heel graag de schapen weer bij Colette brengen. Ja,
Hartstikke goed. Heb je ook een klein stukje naar rechts kunnen kijken hoe goed hij al getraind is? Laten we eens even 5 meter naar rechts. Daar gaat hij en weer stoppen. Keurig die 5 meter. Een metertje naar voren. Ja. En dan stopt hij. Zo goed zijn deze honden getraind. Om ook naast hele grote rondes te lopen, maar ook heel veel fijn te werken. Schapen zijn natuurlijk kuddedieren, die willen graag bij elkaar blijven. En wat ik net vertelde, dat de hond ook van nature de schapen bij elkaar wil halen. Maar soms zit er een zieke schaap tussen, of een van die mank loopt en die wil je wel vangen. En dan is het ook heel fijn als de hond de schapen toch gaat strijden, zodat ze net even wat makkelijker kan pakken. Dat is tegelijkertijd ook een onderdeel van de wedstrijd. Kijk, hier heeft hij een scheiding gemaakt van de schapen. Dat is een koppeltje van 3 naar een hoek kan drijven en er eentje kan pakken en die kan controleren. En dit is ook een onderdeel van de wedstrijden. En de moeilijkheid is dat zowel wij als de hond schaap niet mogen aanraken. En nu haalt hij de andere 2 weer bij. Dat vinden schapen fijn. Om weer bij elkaar te zijn. Dan voelen ze zich veiliger. Dus dit is echt puur uit nood als er iets met de schapen aan de hand is. Louis en Bill zijn border collies uit werklijnen. En hebben niet zo veel gelet op uiterlijk. Jullie zien dat Louis lange haar heeft en Bill net had kort haar. Louis heeft ook wat meer zwart. Het gaat vooral dat 1, het allerbelangrijkste, de hond gezond is. Dat hij goede oren heeft, ogen, dat hij een gezond lichaam heeft. En natuurlijk ook het werkvermogen van de hond. Dat zijn 2 belangrijke dingen. En als je dan lang haar of kort haar hebt, dan maakt eigenlijk voor de mensen niet zo heel veel uit. Je ziet ze in allerlei verschillende kleuren. Je ziet ook bruine border collies, net met spoesjes. Maar de klassieke border collie is zwart met wit. Dit is de hond wat niet is. Je moet de hele tijd allemaal meegeven. Ik moet je wel te schreeuwen. Ik ga daar de hekken openzetten en dan wil ik kinderen die het leuk vinden vragen om op het veld te komen. En dan mogen jullie 2 rijden vormen. Eentje bij Carlette en eentje bij mij. Wil je dat? Geert jullie, die is echt gefocust op de schapen. Daar is hij mee bezig. En de schapen doen ook niks. Dus als wij gewoon stil blijven staan, dan gaan we ons het werk doen om de schapen tussen onze voeten te laten komen. Wij blijven gewoon rustig en stilstaan, want er gebeurt er niks. De schapen zijn weer even aan het wachten. Het zijn natuurlijk ook kooidieren. Beetje spannend. Deze lijn is nu 2 stappen naar achteren. Dan geven we ze iets meer ruimte. Klein beetje naar achter. Dan geven de schapen iets meer ruimte om door te gaan. En dit is ook moeilijk voor een jonge hond. Wil je wat meer ervaring met demonstraties geven? Dus van deze leeftijd voor een minder ervaring. Maar desondanks doet het hartstikke goed. Ze blijft heel rustig en mooi werken. Ze zijn even zoeken, dan moeten we echt tussen al die kastjes door. En dit is ook onderdeel van schapenbedrijven. Je haalt vaak weer, dus door rust en geduld te hebben. Wat je heel erg gaat drukken en duwen. Soms gewoon even wachten om de schapen de ruimte te geven om te kijken waar ze naartoe moeten. Hartstikke goed gedaan. En
Chinese schapen worden gebruikt voor de glazing in verschillende dagen en natuurgebieden. Waarbij ze het glas helemaal heel kort houden. Dat zorgt voor een verse flora en fauna. Ze zijn super effectief. En Louis gaat er ook heen, niet alleen de schapen, maar ook Louis weer door de rijen. Hartstikke goed en applaus! Alle kindjes die willen, die mogen Louis even aaien. Nee, ik vind dat helemaal niet zo effectief. En alweer met haar mee aaien. Ja, heeft Marloes het goed gedaan? Zo, ook de kindjes sturen. Ik wil jullie bedanken voor de tijd en de aandacht. Marloes die gaat lekker afkoelen en water drinken en de schapen ook. Het welzijn van de beesten staat echt voorop. Nee, dat is leuk. Ja. Altijd schuwer, deze. Altijd wel mee. Dat die een beetje schuw. Niet zo van de aandacht van. Van zijn schuw. Ja, niet op die ook. Of dan weten ze wat er komen gaat. Ja. En dan weten ze. Ja. De haar. Ja, dan kunnen we wel die kant op, ja. Hey, nou is het wel heel blij hè, dat je wind die al uit hebt, of niet? Hij zal het ook wel een beetje warm hebben. Dat is wel heel vet, ja. Mag je spelen? Ja, tuurlijk. Ja, dat houdt in, zeg maar. Vet is eigenlijk voor wapen als totem, zeg maar. Dan wordt hij natuurlijk, ja, als hij naar buiten loopt, dan heb je net als jij hem nat pakken. Ja. En in de zomer ik weer het ook weer een beetje. Weet je zien dat? Ja, ik zie dat allemaal. En vooral met dit weer, zeg maar, dan wordt het ook negatief van eigenlijk. Dan is het ook vloeibaar. Want als je het in de winter doet, scheren de schapen rotter dan nu. Want nu smeert die machine even wat gesmeerd door de wol. En anders in de winter is het echt een beetje donker. Hè? Wij doen het ook wel eens in de winter scheren, zeg maar, voor de lammenperiode is dat. En dat we gewoon blij zijn dat je dat gezicht hebt wanneer te gaan lammen. Dat is net op. En is altijd voor zo'n schaap opgesporen? Ja, nog een plukje hier aan. Zie je dit? Dit is nulwaarde. Geld toe. Als wij dit weg moeten doen, dan moeten wij geld toebetalen. Ja? Dat doen we niet weg. Ja. Niemand gaat voor dingen geld toebetalen om het te wachten. Ja, dat is wel een kaffel. Maar witte bonden krijgen dan wel een klein kaffel. Dat is een Oh, ja. 5 kilo rijk worden we niet. Nee. Dus het is meer dan moet voor het dier en voor het welzijn van het dier. Ja, dat zou ik natuurlijk niet doen. Maar wat doe je dan nu dan mee inderdaad? Ja, dit is natuurlijk, het is een natuurproduct, dus het verteert het wel. Oh ja. Want tegenwoordig doen ze het ook wel eens onder moestuinen, zeg maar. Ja, dat is aan het denken. Ja, dat is gewoon iets als... Geliefd door een mus. Dat heb ik dan pas een keer gezien, dan vragen ze een klein laagje af. En zo diep ongeveer, dat je wel grond hebt om een plan neer te zetten. En daaronder is het vol. Voor het ene is het goed voor je waterhuishouding. En het geeft op de loop der jaren wat voeding af. Kijk, het duurt wel echt voordat het verteerd is.
Maar het werkt wel, want het is in principe gewoon een natuurlijk product. En alle natuurlijke producten profiteren uit eigen. Maar het is wel zonde, want ik zeg ook wel dat die op de klant die duur in de is het allemaal. Maar het is gewoon een product wat te duur is om te wassen, te schonen en te bewerken. Dat is gewoon een product. Want hoe duurzaam kan je het hebben? Groeien ieder jaar terug. Ja, dat is zo. Maar ja, dat je hier een dekbed van moet maken, moet je zoveel hoppelingen doen dat het... Kostentechnisch ken het gewoon niet uit. Als je het gewoon op duurzaamheid vlak kijkt, dan zou het... Ja, perfect. Het laatste kost aan het maken. En nou weet ik wel, mijn vlucht is in de tuin en inbouw. En daar zien ze wel dat er wel wat mee geëxperimenteerd wordt met ons. Op ventilatie en op het zuiden. Nee, laten we zo'n manuscript passen bij van ons nemen. En als toch maar als verkost, die ik daar niet betreft. Ja, nee, ja, het is gewoon lastig. Het is gewoon zonde als je iemand wil. Ja, is nog niet gestreden, dus ik stel hem op zo meteen. Daarachter volgen Niels en Anna. Even wachten. Ik ga misschien wel even. Ik zou nog even nog een keer aaien. Hebben, waarom gooi je het niet? Keurig gooi je zet. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik zet met mijn hond loop. Dus het is even wennen. En je ziet dat ze eigenlijk de focus op het speeltje had. En dat het toch al heel erg samenwerkend is zo. Baas en hond, ze slaat het eerste stukje even over. Dat het anders te veel wordt voor Laika. Netjes even tussen de benen. Hondje blijft netjes zitten. Speeltje erbij en ze gaat even een klein stukje helpen, iets dichter bij de hondjes.
Leg eens even omheen. Kijk, je hoort het commando kort, kort, dat ze kort omheen gaat. Oeps, weer op. Kijk, en het speeltje wordt gegooid als beloning. En je ziet het, de hond komt er keurig netjes weer bij je de heimte brengen. Van, wil je nog even met me gaan spelen? En dat wordt ook gedaan. Met deze onderdeel, trouwens bij alle hondensporten, is het spelelement van essentieel belang. Want daarvoor hou je de hond gemotiveerd, graag bij de baas willen werken. Dan hebben ze zoiets van, ja, dat weet ik. Ik wil het zo doen. En het is natuurlijk moeilijk om dat er even uit te krijgen. Maar er wordt dan altijd eventjes gespeeld. Van, nou, een meisje, je hebt het goed gedaan. Ja, ja. Kijk, keurig, netjes. Super. Nou, dan ga ik even kijken. Dan geef ik jullie gewoon even aan Lisette. Ja. Dus ze moeten zowel snelheid hebben als de techniek hebben. Ja, heel netjes. Je ziet dan even rondkijken, wat gebeurt er allemaal? Ze neemt iets meer, dat ze iets korter bij de hond blijft. Ze zijn nog in de beginnersfase. En je ziet dat Otto al een beetje moe begint te worden. Ik ben al een paar uur bezig hier. Een paar netjes. Aan contact. Even om. Je ziet dat de hond iets meer steun nodig heeft van de baas. Heel netjes, maar hij doet keurig netjes wat Eva van hem vraagt. Vooruit, Otto. Otto! Maar Otto denkt, hé, daar zie ik nog iets. Dat is een ander hondje. Dat is veel interessanter. Wil jij verkeerlijk? Neemt u me even mee. After the date. Otto denkt van, ik heb het al een paar keer gedaan. Bekijk het maar. Ja, door de tunnel. Kijk eens, kijk aan je tongen. Goed zo, netjes opgevangen. Kijk, ja, super netjes. Keurig gedaan hoor. Hartstikke goed. Netjes Otto. Dan hebben we ook nog Marijke. Met een van de markiesjes. Mag op tafel zitten. De Rijke daar. Toevallig had ik het gezien. Ik had een appetje Felicia. Oké. Ze heeft ook weer het speeltje erbij. In dit geval het kwalletje voor de hond voor straks. De hond blijft netjes zitten. Kijk, ze gaan. Goed zo. Sturen. Keurig. Netjes aan de tunnel. Je mag wel met wat meer meelopen, Marijk. Want je staat puur aan de moeilijke kant. Kijk, je ziet daar wat een pointje. Moeilijk. En dan gaat ze wat oversprong het rad laten zien. Wat sluggelen. En ja, dan weet ik het even niet meer. Wat voor me verlangt. Goed zo. Ja, goed zo. Marijk is zelf het parcours een beetje kwijt. Kijk, en nou draait ze iets te snel weg dat ze de hoepen neerpakt naar de gele tunnel. Haal ze wat binnen, achter de ton en dan naar de middelste hoep. Ja, goed gedaan, keurig. Maar je ziet wat teamwork is, hè? Als ze iets te snel wegdraait van hun toestel, komt de hond Lydia recht aan mij toe om wat anders te doen. Heel netjes. En pas op mijn teken mag die gaan. Hé, hey, dat is te laat, Lisette. Dat is te laat. Je ziet het. Ook al zijn de honden heel goed wedstrijd getraind, er gaat best nog wel eens wat fout. En dit was inderdaad de fout van de heifeling. Dat gaat perfect. Keurig. Super netjes. Om de ton, naar buiten, naar buiten. Kijk, super gewacht. En dan gaat het. Dat is een team.
spelen. En helemaal foutloos. Super netjes. Goed aangezet. Perfect. En je ziet dat het balkje wordt gelijk als beloning gegeven. En je ziet hoe leuk de hond is vindt om dan toch nog heel even met de baas te kunnen spelen. De samenwerking tussen baas en hond. En of de hond nou een foutje maakt of niet, maakt niks uit. Het gaat om het samenspel en het samen bezig zijn. Room van de melk. Maak de melk en room. Van die room maak je boter. Ja, die is ook al niet. Ja. Van 1948. Fokker had hem in 1910. Nou, wie weet. Ja, dat is een pik. Ja, dat is de bijnaam de Spin. Dat was Antonie Fokker zijn eerste vliegtuig. Je bent niet lekker. Dat is gelukt, ja. Ah, hoor, ik ken het niet. Zo. Evenaring van de record van Beren. Ja, het wereldrecord. Handen in elkaar. Binnen. Predeland, zeggen de schokken. Handen in elkaar en dan over de kop gooien. Dat valt je niet mee. En als, het niet, als je denkt dat kan niet, dan moet je het niet doen. De dame met het tasje die erbij staat. Kan zij het een keer proberen. Heb je wel zo'n boomstam... Nee, zo'n boomstam gooi je thuis niet mee. En ja, mijn vrouw kwaad is. Nou, gooit ze die boomstam toch over de kop. Als ze kwaad is, hè? Ja. Ja, een kwaaie vrouw is sterk, vooral die van mij. Ho, kijk eens, zij gooit hem over de kop. Over een wilde rivier. Op die manier gooit hij hem over een wilde rivier. En dan konden de andere vechters met zwaard en schild over de rivier komen. Meestal werd de sterkste man die dit moest doen, werd opgewacht. Die werd geraakt door pijlen. Waar? Zaak over de wilde rivier. Kijk eens even. Hij tost de kever. Jazeker. Hij tost de kever. Het is geen 12 uur. Het zit er vlakbij. Het zit er vlakbij. Even een kleine oefening. En nog even een keer proberen. Is er dat een dame straks vanmiddag om 3 uur. Dan gaan we hier even het zwaardere werk doen. En dan wil ik even zien. Heb ik een prachtige prijs. Deze man zal daar ook aan meedoen straks. Wie is straks de sterkste? Hij zal eerst even de keper tasten. Kijk eens even. Oh, knap. Precies. Hij warmt hem op straks voor 3 uur. Sterk uit die benen. Hij draagt natuurlijk de kilt van zijn Nederlands kampioenschap eigenlijk eens. En nu voelt hij het halter goed. En nu moet de zwing komen. En dan moet het halter omhoog. Uit die zwing. 100 kilo. Bam. Kijk, en eronder. Applaus voor hem. 100 kilo. Dat vind ik even. Hij is sterk. Ja, zo wordt het. 3 uur. Gaan we proberen de stenen te tillen. Melk bij sjouwen. Ook voor de dames. Ik heb een prachtige prijs in mijn tas zitten. Ja? Ja, ik ben bijna
doen? Kampioenschap midden. Oh. Moet alle vier mee doen? Ja. Niet 100% agrarisch is. Onze koeien worden tegenwoordig ouder als 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Er wordt wel eens suggestie gewekt. Hè? Ik zie ook de sloopmelkreclame, dat het allemaal maar wegwerp is. Dat is absoluut niet het geval. We hebben gewoon keiharde data en feiten dat die koeien langer meegaan als in de tijd dat mijn opa koeien molkt. Ik durf ook te stellen dat die koeien een beter leven hebben tegenwoordig als vroeger. De stallen zijn ruimer, ze zitten wel meer in als vroeger, maar ze zijn veel ruimer. Er zit airco in, het voer is veel beter, de boeren zijn veel beter, veel meer kennis, veel meer zicht. Dus het gaat een beetje, als het ware, een beetje vanzelf. De andere kant is, het blijft een economische bezigheid ook. Naast dat er heel veel passie is, moet er ook gewoon, moet die koe ook gewoon geld verdienen. Dus die moet wel werken voor zijn geld, voor de kost. En dan krijgt hij een hele goede verzorging. Maar er moet wel wat tegenover staan. En zo is ook onze wereld tegenwoordig. Als je niet mee kan, dan eindig je als hamburger bij de McDonald's. En dat kun je dan heel zielig vinden. Ik ben als veehouder zelf best wel trots op als ik zeg maar een koe een heel aantal jaren als melkkoe heb kunnen benutten. Zo zie ik, of heb mogen houden, mag ik ook zeggen. En dan ben ik er heel gek mee. Als hij dan aan het eind van zijn melkleven nog als een gezonde, gladde koe met een beetje bespiering, dat hij nog als hamburger kan verdienen en dat hij niet ergens in een vuilverbranding moet. Dat, of weet ik, of achter in een bos begraven. Dat vind ik zo nutteloos, roemloos einde. En dat is de hamburger ook, maar dan heeft het nog een functie. En ja, we zijn toch met elkaar wel al die voedingseiwitjes zijn we ook gewoon nodig als mensheid, zeg maar. Dus daar is een koe een hele mooie schakel in. Wat eten jouw koeien? Wat voer je aan jouw koeien? Voornamelijk gras en mais. En dan een klein beetje, wat je net zei, soja-schroot. En eigenlijk grasbrok, gemaakt van eigen gras. En gerst. En dat voer, dat gras en dat mais, verwoon je dat als, op je eigen land? Ja. En hoe moet ik dat dan ongeveer zien als verhouding, zeg maar? Hoeveel land ben je nodig om een koe te houden, om je eigen voer te verbouwen? Hoeveel hectare of hoeveel, hoe moet ik dat zien? Ja, 30 hectare vooral om te kuilen als wintervoorraad, om kuilgras van te maken. 9 hectare snijmais. En dan hebben we nog 10 hectare natuurgebied waar we hooi van maken. Dus ongeveer 50 hectare en daar kun je dan 100 koeien van voeren? Ongeveer? Ja, 90 melkkoeien erbij worden, jongen. Dus je zou, als ik even stel, zou je ongeveer twee koeien, van 1 hectare zou je 2 koeien kunnen voeren.
Dus 1 hectare is 2 voetbalvelden, Klaas. 2 voetbalvelden? Ja, dus 1 koe per voetbalveld. Zo moet je het een beetje zien. Dat is een beetje de intensiteit van onze melkveesector, zeg maar. Er zijn natuurlijk wat boeren die wat minder hectare, of diezelfde hectare, wat meer koeien houden. Die zullen dan wat mais van een bij moeten kopen van een buurman akkerbouwer. Of weet ik veel waar het allemaal vandaan moet komen. Maar zo moet je die verhouding een beetje zien. Met de koe en met de... als je dan 2 koeien per hectare houdt, hoe groot is dan de milieuramp? Ja, in mijn ogen niet zo groot, maar daar denken andere mensen anders over. Nou, want ik heb natuurlijk ook op school gezeten, daar zul je het met me eens zijn. Als je die mest die 2 koeien op die 1 hectare produceren, zeg maar, uitpoepen in je op jaarbasis, als je die weer op dat land zou brengen, dan heb je ongeveer aan nutriëntenbehoeften voor je gras wat je verbouwt, zit je op break-even. Dus dan heb je geen overschot en geen tekort. We hebben nu wat te maken met een soort aanscherpende normen politiek gezien. Dat we bedacht hebben van eigenlijk moet er nog wat minder op. Dus wat we nu gaan doen is de mest van 1,5 koe op die 1 hectare verdelen. Dan is je hectare eigenlijk iets ondervoed. Laat ik dat maar even zo zeggen. Je voer wat je verbouwt wordt heel iets minder rijk. Want je brengt ook minder. En die mest van die 1,5 koe, die gaan we dan in een vrachtwagen stoppen. En naar onze buurman akkerbouwer of naar die akkerbouwer boven in Groningen brengen. Met een vrachtwagen. En die gaat het daar dan gebruiken. Op zich een mooi plan, maar ik zie daar niet zo heel veel milieuwinst. Maar schijnbaar hebben we het uitgevonden dat het zo moet. En dat gaan we dan maar doen. Het is een hoop werk, het is een hoop kosten. En ik heb zelf wat moeite met het feit dat we dan zeg maar... Dat je onder je break-even gaat voor je land, zeg maar. Dat je eigenlijk minder gaat brengen als wat je eraf haalt. En dat wordt vanzelf weer een nieuwe break-even, want die gaat gewoon omlaag. Je land gaat wat minder produceren, wat minder eiwitrijk voeren. Die koe heeft toch zijn behoefte. Dus wat moet je dan doen? Misschien moet je dan in plaats van dat halve, die 2 handjes vol soja, moet je misschien 3 handjes vol soja schroot laten komen. Ja, voor mij spannen we het paard een beetje achter de wagen. En zijn er wel andere manieren om een soort efficiëntieslag te maken. Maar goed... dat blijft een mooie discussie en die gaan wij ook niet oplossen. Maar u kunt zich voorstellen dat een deel van de boeren wel wat voelt alsof het wat krom is. Dat neemt niet weg dat, als ik dan weer zo'n koe zie staan, dan word ik altijd weer blij. En dat geldt voor jou denk ik ook. En dan denk je, dat beest, dat prachtige beest. En ik krijg straks weer een kalfje van hem. En die mag je dan weer 2 jaar laten groeien. Zie je wat moois op groeien, dat hij ook weer koe wordt. Dat zijn wel de mooie dingen. Burgers of andere, de burger zegt dat de koe groter wordt en een beetje smaller wordt. Nou, dat komt ook wel, Robert net een beetje uitlegt. Er zit ook fokkerij achter een koe. Waarmee een stier zit je op een koe waarmee je weer graag een nakomeling wil krijgen. En vroeger waren in Nederland de koeien allemaal iets breder, wat kleiner en wat ronder. En door de geschiedenis zijn ze dus naar Amerika toe gegaan. En daar zijn ze doorgepokt. Dat ze meer melk gingen produceren en die stieren zijn hier weer naartoe gekomen. En daarmee hebben ze de koeien weer gepaard, waardoor ze eigenlijk wat groter werden. Misschien soms heel iets smaller, maar ook al meer melk gingen geven. Maar nu, de laatste jaren worden de koeien wel weer beter gefokt. Dat er meer verhouding en balans in de koe zit. Dus voldoende breed van voor en achter. Niet te groot, maar ook dat ze wat ronder zijn en een velletje erop hebben. Dus een mens is weer een hele gewone schakel in de natuur. Absoluut niet de sterkste van in de natuur. Nee, absoluut niet de sterkste. We doen wel wedstrijden. Natuurlijk, sterkste man van de wereld. Sterkste vrouw van de wereld. Ik heb er ook bij gehoord, bij de sterkste mannen van de wereld. Maar denk erom dat er meer krachten zijn op deze wereld. De dame weer. Zo, yo, dit is ook... hey, we gaan weer naar de mannen. Je had wat even schrikken. Ja. Sterke dame. Ja.
Dus die melden ze natuurlijk hier. Die pakt de prijs. Eén prijs. Ah, dit ziet er prima uit. Ook hij makkelijk over de 3 meter. En de dame in haar zondagse kleren kan vandaag. Ja. Hoe mooier. Zo hebben we het vandaag ook gedaan. Het kan zo. Je kan zo meedoen. En dat is mooi. 5 kilo voor de dames. En 10 kilo voor de heren. Zo, ook deze dame krachten. Krachtig. Ai, 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 ai. Wie gaat er door? Wie valt eraf? Ai, prachtige prijzen. Ik heb de zak vol met conceptie. Oh, makkelijk deze eerste man. En de naam wordt ook genoemd. Nu gaan we opschrijven. De man die vanmorgen al won. Maar nu komt het grote werk. Dat had ik hem ook gezegd. Vanmorgen was even demonstraties en de kinderen hebben een wedstrijdje gehad. Vanmiddag het grote werk. Ook hij mag geen moeite hebben met de 4 meter. Ook hij makkelijk over de 4 meter. Hoi, wat zou de eerste afvallen? Deze man, nee. Hij gaat er ook overheen, denk ik. Moet. Moet. Wie eist de titel op hier? In Hellevoetsluis. Wie eist de titel op? Even als afsluiter. Hier vanmiddag. En hij over die 4 meter. Er bovenop. Hij heeft natuurlijk nog een kans. Jazeker. 3 pogingen er bovenop. Ja, dan laat hij kan weg. En dat zie je. Daar hebben we zo hoort de installatie gemaakt te zijn. Dan krijg je de zak niet op je kop. Als het een vaste balk is, dan. Deze man is sterk. 4 meter. Geen probleem. Ja, en wat is je grootste drijfveer bij de sterkste man? Wil je winnen? Of ben je bang om te verliezen? Ik moet zeggen dat ik dat laatste wel al vaak had. Bang om te verliezen. Dat leverde mij veel overwinningen op. Ja, niet verliezen willen. Zo, dus hij is ook sterk. Is hij een man die niet wil verliezen? Ah, die sterke man van Rokkaien. Die sterke man van Rokkaien. Ah, dit is niet de gewone hoor. Dit is niet de gewone. Hij is nou, hoe oud ben je nou? Even horen, 1920? Zal even horen, hoe jong hij is. Hij is niet oud hoor. Zo, en hij is 18 jaar, deze jonge man. Ja, vorig jaar in Rokkaien was je 17, schrok ik van die jongen hoor. Ja, dus dit belooft wel wat. Hellevoetsluis, Rokkaien. Dit is nog niet zeker wie hier gaat winnen. Deze man hij had in het begin even moeite met de goede richting. Nu moet hij goed. Ja, deze hoogte. Hier kun je niet meer. Hij is nog steeds aan het zoeken naar de goede richting. 4 meter. Ja. Hier moet hij goed zijn. En je moet hoog gooien hier natuurlijk. Is hij de eerste man die afvalt? Dit ziet er bij. Oh, er bovenop. Hij heeft nog 1 kans. 3 pogingen hebben we gezegd. Nog 1 kans. Oh, nee. Applaus voor deze. Jongeman die zeer sterk is. Maar hij moet nu eraf. Dat zijn de regels. Hij mag niet blijven, want straks een melkbus jou. Ja, dus je kan alles naar rechts zetten. Hij het verste loopt met de melkbussen. Oh, makkelijk even een paar extra pogingen. Makkelijker ook. Deze jongeman, hoe oud ben jij? 21. Ja, en de rest zal ik niet vragen om de leeftijd. Nee, dat is een verrassing. Alleen de jongste pak ik even. Ja, daar hoor jij eigenlijk ook bij, maar even. Ja, alles door elkaar. Hey. Zo, hij is er onderdoor. Hij moet over die lat heen. Daar gaat het om. Eroverheen. 10 kilo in de zak. En de zak zelf zal 1 kilo zijn. Dus totaal toch 11 kilo. Nee, hij heeft nog 1 poging. De techniek is belangrijk, dus hij moet ook sterk staan. En niet bewegen. Waarom moet het gebeuren? Kijk, dat is een applaus voor hem. Hij moet er ook af. Maar dit was wel een hele goeie. Sterke dame, zo makkelijk erover hoor. Oeh, zij gaat ook in het klassement. Ja, en de man met de hoed. Hij pakt de zwarte zak. Ja, ja. 10 kilo. Dus de dames, altijd de helft van het gewicht. Dat is de regel. De wereldrecords staan eigenlijk ook precies gelijk. Ja. Ik heb met 25 kilo. Oh, makkelijk. Met 25 kilo heb ik 5,70 meter. Met de dames met 12,5 kilo staat het ook op 5,70 meter, 71. En met hier hebben we sterke mensen natuurlijk. Hij gaat er overheen. Zo, makkelijk. Wie gaat er mee?
Want de volgende hoogte is 5 meter. Zeker. Oh, prachtig. Hij gaat er makkelijk overheen en de prijzen worden hier gebracht. Ja, ik zet ze hier even neer. Oh, dit is de prijzen worden hier even gebracht. En de man die gooit er makkelijk overheen. Hij heeft de prijzen niet gezien. Daar staan ze. Zo, jong, wat is dit ook een sterke dame. Ik weet niet wat voor sport dat ze doet. Maar dat is niet niks. Nee, die gaat... Hop, zo, de hoogte is er. Er is nog één kans. Jij moet je toch nog helemaal onder de lat staan, zou ik zeggen. De hoogte is er. Nu is het gokken. Alles of niks. Jawel, bij de volgende. Deze dame. En anders zal ze met Nelk Michel heel ver. Andere dingen gaat hij de wacht. Kan deze dame 4-5. Oh, applaus voor deze dame. Ah, straks komt er meer onder, Willem. De man met de hoed. Dus we hebben 2 erover. 2 mannen en een dame. Ja. Hop. Nee, dat wil Piet. Jij had wat moeten beloven misschien. Als je wint vanavond, kaarslichtje, flesje wijn, dit en dat. Ja. Nee, je bent eruit. We gaan met 3 verder. 2 mannen, 1 dame. Zo, ook de dame gaat erover. Zo, joh, wat een strijd hier. Wat een strijd. Ah, dit wordt een... Hoi, komt deze meneer erbij? Komt deze meneer erbij? Even een soort finale vandaag. Altijd leuk. Ja. Hop, zo! Oh, hij gaat makkelijk, hij kan makkelijk. Even rusten, je hebt nog 1 poging. Maar gaat hij eroverheen, dan is het geen laatste poging. Precies 1 mag niet door. Hij is een sterke man. Hey, ja! Fantastisch! We gaan naar 5 meter 25. Hier overheen. Uit Rokkaanje. Uit Rokkaanje. Hij gaat er in 1 keer omheen. Het is toch zeldzaam hoor. Pop. Een krachtmens. Ah, jullie zijn er niet, de andere deelnemers zijn er niet onder indruk. En de dame. Ja, de dame. Kunnen zij er mee? Of slaat onze maat? Hier is zijn eerste slag. Straks een belk bij jou. Zullen we even op gewicht maken. Kijken wie het verste sjouwt. Maar eerst dit. Gaan we kijken wie hier de beste is. 1 man is er alweer overheen. Kan de dame mee? Het is hoog zat hoor. Het is hoog zat. Even wachten. Eerst onze andere deelnemer. Even rusten. En hij kan wel, zou ik zeggen. Ja, de wind is even. Ja. De wind is even. Ja, gooi je de nou ja, bij 5 meter mag je andersom gooien, zeggen we. Ja. Zij mag ook andersom. En dan wordt het lastig. Maar daaronder hebben we het niet gedaan. En onderdoor. We krijgen de tweede poging voor deze meneer. Voor deze meneer. Hij mag ook kiezen welke kant. Wil hij voor de wind of in de wind? Bij de zwaardere zak maakt het niet zoveel uit, zeggen we. Maar bij de lichtere zak heeft het zeker invloed. Ja. De zakvak. IJzeren gewicht heeft het geen enkele. Maar we gooien met zakken met zand, want het is met ijzer in het gevaarlijk. Zo! Oh, ho, ho, ho. Dat was je tweede poging, hè? Dus je moet je even opladen. De dame mag nog 1 keer voor de derde poging. Zo, yo, yo, yo! Gaat die dame hier winnen? Makkelijke 5-25. Zo! Oh, ho, ho, ho. Alle 3 erover! 5-50 pakken. Kunnen ze die 5-50 pakken? En onderdoor. Applaus voor deze dame. Nee, zij blijft staan op 5-25. We hebben hier een jongen die... En dan 1 man nog. En anders dan is hij de beste hoog hoor. Even een keer naar 5-75. Heb ik van het jaar nog niet gezien bij de heren. Hij gaat even 1 keer of 2 keer gooien, want die kracht we hebben straks een kant Michel. Je moet niet helemaal kanteren, zelfs de sneekweker. Kan niet mee. Ja, hij gaat eroverheen. Hij gaat eroverheen. Oh, maar het is... ja, het is zitten in het werk. Harde werker. Rokkaanje is binnen. Zo, het is vlakbij hoor. Applaus voor hem. Ik zeg niet dat het gebeurd moet zijn, want hij heeft nog even wat te doen.
20 kilo in elke hand, totaal 100 kilo. Hier pak je 10 meter. Die komt het verste in de bedoeling. Daarom heen en dan weer terug. Dan zou die 20 meter pakken, die volle ronde. Een volle ronde zou 20 meter betekenen. Ja, het loopt niet makkelijk. Dit is 20 meter. Hij gaat er weer omheen. Hij gaat er weer omheen. Hier loopt hij naar de 30 meter. Hoe sterk is het menselijk lichaam? 100 kilo totaal. Dit is 30 meter. 30 meter. Kan hij naar die 40 meter? Heeft ze nog steeds goed vast? Ja, prima. Ho! Hier loopt hij naar die 40 meter. Hij moet er weer omheen. 40 meter. En heeft ze nog steeds goed vast? Daar zet hij ze neer. De vlag komt erbij. Precies 40 meter. In het midden vastpakken. De handvat in het midden, anders gaan ze scheef hangen. Dat wil niet. 100 kilo. Hoe ver kan deze man? Hoe sterk is het menselijk lichaam? Hoe sterk is een mens? Hier pakt hij 10 meter. Hier pakt hij 10 meter. Prima. Prima 10 meter. Hier pakt hij 40 meter. 40 meter. Hij gaat door. Pakt een nieuw record. Pakt een nieuw record. Oh, hij zet ze neer. En het is 40,5 meter. 40,5 meter. 40 meter, een nieuw record. Hier gaat deze deelnemer naar 50 meter. Hoho, hoe sterk is deze man? Hoe sterk is deze man? Makkelijk hoor. 50 meter. Gaat hij zelfs naar de 60. Hij loopt nog steeds makkelijk. Hoe sterk is deze man? Ho, hier gaat hij naar 60 meter. En hij loopt nog steeds. Jongen, waar houdt dit op? Waar houdt dit op? Hoe sterk is deze meneer? En het gezicht lijkt... Nog niet, hier 70 meter. Ah, ha, 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 ha. Absoluut de sterkste tot nu toe. Zo, die meneer is sterk. 70 meter. Wie gaat daar overheen? 20 meter. Hier is het record op 70, jongens. Boah. 20 meter, hier pakt deze deelnemer 30 meter. 30 meter. Het ziet er best uit. Hier, oh, hier moet hij ze neerzetten. Nou, dat kan ik er wel. Op 33 meter gaan we naar 50 meter. 50 meter. Pakt hij ook 3 volle rondes? In 60 meter had hij daar. 60 meter hier. Hier is het record van 70. Hier is het record van 70. De Friese vlag voorbij. En hij gaat voor een nieuw record. 70 meter plus. En hier gaat hij verder. 71 meter, nieuw record! Oh. Hij is sterk. Sterk is het menselijk lichaam. Nou, zo sterk, 100 kilo, dat hij naar 40 meter loopt. 40 meter. Heeft ze nog steeds goed vast. 40 meter, hier gaan we naar de 50 meter. 50 meter, en hij zal ze hier... Nee, hij zet ze er niet neer. Denk om je blote voeten, ze moeten niet op het tenen. Hij loopt nog steeds en hij gaat hier... Zijn de tenen nog heel? Ja. Mooi. 50. 55 meter. 50 meter nu. Poh. De man die hoog in het klassement staat met hoog hoor. Hier zet hij ze neer op 51,5 meter. 51,5. Loopt nog steeds goed, Bram. Hier heeft hij 50 meter. 50 meter. 50 meter. Het record is hier. Hier pakt hij 60 meter. Oh, wat is die jongen sterk. Wat is die jongen sterk. Hier gaat hij naar de 70. Hier moet hij de vlag voorbij. Hij pakt het record. En hij gaat gewoon door, want de dames komen ook nog. Poh, het is die jongen sterk. Hij gaat hier naar 80 meter. Dit zie je niet vaak. Zo, yo, yo. 81 meter voor Bram. 18 jaar. Hij blijft onnoemelijk sterk. Maar helft van het gewicht. Ze heeft ze goed vast. Kunnen zij het Bram dan moeilijk maken? Hier in de competitie. 10 meter hier. Makkelijk. Makkelijk. Sterke dame hoor. Hier pakt ze 1 volle ronde. Is 20 meter. 20 meter. Zeer sterk. Ah, het is nog een eind, maar het ziet er best uit. 30 meter.
30 meter. Kan zij twee volle rondes pakken? Dat zou 40 meter zijn. 40 meter hier. Prima. Pakt zij hier nog eens een afstand. Pol. Zal Bram zijn record hier trillen. We gaan naar 50 meter. 50 meter. Pakt deze dame op drie volle rondes. Pakt deze dame. Nee. Zij zet ze neer. 50. 1, 2, 3, 4, 55 meter. 55 meter. Je pakt wel een aantal mannen. De andere dame, is die er nog? 100 kilo. Is er iemand die hem kan tillen? Of is er zelfs iemand die hem op schouder kan leggen? Dat is eigenlijk de wedstrijd. Vrijwillig 100 kilo. Die. Dus optillen, benen wijd. Optillen op je knieën en proberen op je schouder te krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling met deze. Het is boven 18. Dus de jongeman, even armotechnisch, die hebben we straks al aan. Wacht even, ja, kinderen aan de kant, we gaan even de volwassenen proberen. Want we moeten geen ongelukken hebben. Probeer 100 kilo, je telt niet meer mee van het record, je hoeft je niet te forceren. De wedstrijd is geweest, we gaan de punten tellen. Dit is even voor de aardigheid, want ik wil niet dat er te... OC, hij pakt hem op. Hij pakt hem op, 100 kilo. Is het mogelijk om dat ding op het schouder te leggen? Is het mogelijk om dat ding, 100 kilo... Vorige week was er één man van de 50 deelnemers op een Veenhoop Festival. Eén man die hem op het schouder kon leggen. Maar deze man is sterk hoor. Krijgt hij hem op het schouder, het is dichtbij. Hij moet op het schouder en één hand los, dat is eigenlijk de bedoeling. Hij is hoog. Ja, dat is op het schouder en dan moet hij één hand en andere hand los en dan moet hij stil leggen. Dan wordt hij geteld en dat moet daar zo vaak als mogelijk. Patricia Smit, sterkste vrouw van Nederland, doet het drie keer deze. Legt het drie keer op zo. Sterkste vrouw van Nederland. Ja. Goed gelijk. Ja. Forceer niet. Ik heb hem even mee als aardigheid. Er de punten worden geteld. En dan gaan we dan de prijzen uitreiken. Want er was de hele avond gratis zuipen. Dus het was 50 consumpties, 50 man in de rij. En één die hem op schouder kreeg. Die had de 50 consumptie gewonnen. Oeh, hij pakt hem op. Hij pakt hem op. Zo net probeer je het ook weer, de andere niet. Kan hij hem op schouder? Ik kan het even niet voordoen zelf. Nee. Want hier heb ik even geen... kom ik niet meer bij. Ik kan het wel, maar ik doe het even niet. Want ik heb vorige week... heeft het me weer twee dagen hersteld. Ik moet morgen weer even wat doen. Mooi. Ja. Dus zijn... Het klassement. We hebben twee man die gelijk zijn. Dus die moeten straks de steen... We gaan even bijhouden. Die moeten beslist doen. De prijs blijven. Dus wie denkt dat die tweede is, dat is een bijhoofd. Zit hij er niet? Oh ja, dan moet je straks in de prijsreken moeten komen. Maar Johan en Maarten moeten beslist mee. Drop wipper zwaren. Eerst moet je op een knieën. En mijn souplesse is. Ik moet die ook rammelen. Zo! Hij tilt er makkelijk op. Kan hij op het schouder krijgen als eerste? Kan hij hem, de kinderen niet er dichterbij. Dat is 100 kilo. Krijgt hij hem als eerste op de schouder. Maarten. Krijgt hij hem op het schouder. Hij heeft hem op de buik. Kan hij hem niet omhoog rollen. Ja, hier moet je souplesse voor hebben. Hier moet je... Hij was hoog. Ja, dat denk ik ook. Poh. Bram. Hij zegt ik wil het ook een keer proberen. Kijk, hij pakt hem makkelijk op. Kijk eens even. Krijgt hij hem op het schouder. Sterke jongen hoor. Hij heeft hem op het schouder. Jongen. En ik heb voor de dames de 50 kilo, de half. Esther tilt hem op. En kan zij hem op het schouder krijgen? Zo, ze heeft hem op de hoogte. Ze heeft hem op de hoogte. En hij is bijna op het schouder. Zij is hier. We gaan naar de tweede prijs. Yo, tweede prijs. Ja, jawel. Ja. En we gaan naar de eerste prijs. Bram. Hij wint weer in Rokkaio. En de eerste prijs. En onze dame, zij had de steen op het bord. Zijn er heel veel, kijk even, ja. Twee, maar dat had ik je beloofd. Nee, dit komt met de zondagse kleren.
Bedankt voor uw deelname. Tot de volgende keer. Ja, jij ook de winnaar voor vanmorgen. En hij, de man die ver liep met de melkbussen. Poh. En Bram natuurlijk. Hij is 18 jaar. We zullen hem dan wel eens ergens zien op een wedstrijd. En deze man ook zeer sterk. Ja. Hij had hem ook bijna op schouder. De 100 kilo. Een pak gewicht. Dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.